Ik kan het zien waar we zijn. Ja, ik kan. Hier mensen van Zaakjes. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe livestream. Ik ben op mijn werk. Zoals je kan zien, zit ik hier in de net iets uit. Mijn collega is even weggelopen, want die wou niet in beeld komen. En ik ben nu lekker op mijn werk. Deze vlog komt als het goed is om 12 uur online. Zo niet, komt hij om 4:30 online. En ik weet niet of ik jullie kan laten zien, maar dit, hier ook. En ja, deze flatjes zeg maar, ben ik aan het schoonmaken. We hebben nu even pauze, korte break. En als het goed is, als het mee zit en de planning is goed, ben ik om 12 uur direct op rij. Dus dan gaan we naar huis toe, gaan we even lekker, wat gaan we doen? Ik denk nog een video's opnemen, waarom niet? Zoals je kan zien in mijn werk weer, nou ja, werk weer is gewoon de best. En hieronder heb ik dan mijn bedrijfswerk. Mijn bedrijfsshirt. Stom te lullen. Ik zit al lekker aan de energiedrank, lekker vroeg. Het is, even kijken hoe dat leveren. 9:15 is het. En ik zit al aan de energie. Om wakker te blijven. Lekker man. Ik ga hier even. Zo. En dan ga ik even gekken rijden. Maar in ieder geval, ik wil jullie nogmaals allemaal bedanken voor de abonnees. We zitten nu geloof ik aan de 63 abonnees vandaag. En wil ik jullie voor allemaal super veel bedanken. Ik wil ook een SO nog een keer gooien naar B-Time Stories en naar Coach Klem. Hallo. En ik wil hen super erg bedanken voor de shout-out. Ze hebben mij geholpen. Ik zit nu bijna aan de 70, dus als we het kunnen pushen naar 70, zou het fucking vet zijn. En ik ben gewoon super blij met alles hoe het nu loopt en hoe alles gaat en zo. Het gaat lekker met mijn kanaal. Ik begin wel een beetje nu weer te groeien, dus het gaat allemaal de goede kant op. Dat komt ook helemaal goed, daar ben ik al niet bang voor, maar weet je, het is leuk. En voor mij heb ik hem aan de verkeerde, ik heb hem aan de verkeerde plakkant. Stomme lul. Ik heb weer een nieuw vloertje pakken, maar gelukkig heb ik dit erg pakjes. Dat scheelt enorm. En ik had net hoe moet je dat noemen, een soort van teamlijsterachtig voor een vrouw gebeld. Van joh, kan ik vrij nemen als ik niet naar school hoef. Dus ik ging even kijken naar de planning en als het mee zit dan kan ik direct op rij kijken. Ik hoop het, dan kan ik lekker nog even een livestreamtje aanplakken zo meteen. Als ik thuis ben, daar heb ik wel zin in. En het is een vlog. Maar ik vind livestreams toch leuk, dan ben je meer in contact met je mensen, met je abonnees, weet je wel. Dus. Zo. En dat vind ik toch wel fijn omdat ik zo een video moet gaan maken. En die online gooien en het en al die shit. Mijn collega die zat daar. Die zat dat ze chillen omdat hij niet in beeld wil. Poink. Daar komt een collega aan. Die zat nu een beetje rond te kijken dat hij niet in beeld wil komen. Ik zal hem zo even een seintje geven als ik klaar ben met vloggen, dan begint hij weer in de auto komen. Maar weet je, als ik een beetje schuw in dat soort opzichten, kan het normaal. Hij is geen bon als je op internet staat of zo, maar hij heeft wel Facebook en zo, weet je. Dus logisch is het niet, maar ieder zijn ding toch? Maar om nog even terug te komen op die livestream van gisteren, die deed. Als het goed is, als het nu mee zit, zoals ik het heb gezien, ga ik die tatoeage zetten op mijn arm.
Dus als je die vlog wil zien, ik ga het alles filmen tot aan de datum. Als ik hem laat zetten, dan ga ik het filmen. Dus dat komt helemaal goed. Oké. Zo. Dus ja, sowieso. Als jullie kijken naar die ene vlog, toen waren mijn tanden nog niet helemaal goed. Maar in ieder geval. Dan kun je een beetje zien wat ik allemaal in de auto heb liggen hierachter. Ja, je ziet dat witte ding daarvoor, maar daar zat een waterkan van 200 liter. We hebben 200 liter waterkan bij je is. Het is een heel klein karretje is het. Van 4x4 of zo. Hola. Drop even zie je als hier. Nou, doei hoor, was gezellig. Hij heeft gelijk niet meer te praten. Geweldig, dat moet ik vaker doen. Tenminste, is hem wel dicht. Hé, wat? Godverdomme, doet hij de traam dicht, die lul. Dan doe ik maar helemaal open. Doe het wel zo. Kijk, stijl. Misschien blijf je even liggen. Nou, hij is alweer begonnen zo te zien. Dan ga ik hem zo helpen als mijn PQ op is. En dan kun je een klein stukje mee in mijn werkvlog. Als jullie dat nou. Als jullie nou vaak kunnen zien dat ik mijn werk filmt, want ik dit ken niet altijd, weet je. Want dat heeft met privacy en shit te maken. En ja, weet je. Eigenlijk wil ik dat niet, maar ik weet niet of die bewoners moeilijk gaan doen zo meteen als ik het ga filmen, maar we gaan het gewoon doen. En ja, we hebben deze 9, we hebben 9 van die fletjes. Dus hier hebben we 3, achter hebben we 3 en dan weer 3. En we zijn nu bezig met de partieken. En ja, voor mij maar wel zo. We zijn nu 7 minuten aan het vloggen. Ah, daar ging mijn enkel zo. Of mijn enkel, mijn voet. Oeh, dat ging helemaal goed. Ik zag gewoon te wiebelen met mijn voet en ineens knak. Dat is niet helemaal best, maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Het kan gebeuren. En ja, ik ga even klaarmaken. Ik ga hem klaarmaken, ik ga mijn puk opbroken en dan gaan we weer beginnen. En, ja. Zo tegen nog twee andere collega's, waaronder Blik Official. Die ken je misschien wel van YouTube. Hij heeft nog geen kanaal, het is een kanaal, maar hij gaat binnen. Ik heb hem even gesproken, hij gaat binnenkort gaat hij ook livestream. Van Fortnite geloof ik doen en wat andere games. Dus mocht je het willen zien, abonneer je dan even op Blik Official. En ja, dan komt er binnenkort zijn video online. Dan zal ik hem even een link in de beschrijving neerzetten. Ook van andere kanalen. En dat ging maar als. Ik hoor een bus aankomen als gemeente. Ik dacht dat het onze bus was, maar die komt zo meteen pas. Nou jongens, we gaan even nu naar buiten. Ik ga maar roken. Zoals jullie kunnen zien, ik heb de uitsleutel, dus ik ben het aan het rijden. Ja, nou niet, maar ik sta nu stil. Maar ja, dat is die auto wat ik gisteren zei in de livestream. Ja, let's go. Oh, je moet mijn dikke even halen. Oh, niet tegen die fiets aan. Maar ja, dat is toch wel genoeg ook niet. Zo, dan lopen we zo, omdat de ruimte dan groot is. Mijn collega even open doen. En hij doet het open. Toppie. Nou, dan gaan we weer verder weten, hè. Dus blijf hier staan zo. Yes. Houd nou een beetje omgaan, ook daar. Wow.
En een beetje bij onze handen. Dat gebeurde, hè. Dit was op verzoek van Rick Official, of ik een keer een werkvlog wil maken. Dus bij deze gaan we maken. Oh, dat is mijn ding, hè. Misschien dat je even mee kan nemen. Zo. Ja, hier ben ik bezig.